Dat gitaartje ook op het einde, hè? Heel cheesy. Maar wat vinden jullie nou, of wat vind je nou van Toon? Je bent niet echt een Billie Eilish man, zei je net. Nee. Maar ik heb wel gehoord dat het album echt fantastisch is, eigenlijk. Ja. Ik lees dat ook overal. Dus ik heb dat gewoon nog niet geluisterd. Maar ik vond dit al best wel vet. En ook gewoon echt heel erg bond, natuurlijk. Ja, ik had dus laatst een reactie van iemand. Die kreeg ik. En die zei van, ja, ik vind het te veel James Bond. Dat denk ik, ja. Ze heeft het te bond gemaakt. Maar dan denk ik van, ja. Ja, hoor, ja. Heel goed, klasse. Oké, we gaan eventjes naar naar kwaliteitsmuziek. Nee, grapje. Nee, schap. Ik vond die van Billie Eilish ook heel leuk. Nee, aan de telefoon hebben wij een van de jongste DJ's die ik ken. Namelijk, hij heet Kane Vergeer, maar hij draait onder de naam Kane Levy. Kane, goeie avond. Ik zat in de microfoon open. Hi Kane, of opnieuw. Goedenavond. Ja, sorry, het is een beetje chaotisch op deze zaterdagavond. We hebben te veel gezopen. Was het maar zo feest. Nee, grapje. Hey, we gaan het even over jouw nieuwe plaat hebben, hè? Want je hebt er weer eentje uitgebracht. En je zei tegen mij van, hij zit toch niet onder een label, hè? Hoe zit het daar nu mee? Ik ben er heel erg mee bezig geweest om labels te contacten. Maar sommigen zeiden van, ja, we vinden het niet goed genoeg. Of het past niet echt bij de stijl die we op het label uitbrengen. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje hard op zoek naar een label. Ja. Doe even een oproepje. Ik vond het heel erg leuk om met jullie te delen, dus vandaar. Ja, nou, ik heb de track gehoord, even serieus. Maar normaal gesproken kun je wel zo'n mening hebben van, ja, ik snap wel dat het niet ergens wordt uit. Maar ik vind het echt gewoon een plaat die af is. En dan ook te bedenken, je bent pas 17 jaar dat je zo'n track produceert. Ik vind daar mag wel een applaus voor klinken eigenlijk. Laten we het even doen. Ja. Van 3 mensen in de studio krijg je applaus, Kane. Ja, hartelijk bedankt. Echt heel erg. Maar, hey, maar waar denk jij nou dat dan zo'n label naar op zoek gaat? Het is natuurlijk heel fijn voor een label om garantie te hebben dat er heel veel mensen naar gaan luisteren. En aangezien ik nog niet zo'n hele grote naam heb in de muziekindustrie, is het natuurlijk lastig om te garanderen dat ze dan ook heel veel streams zullen krijgen online. Want ze willen er zelf natuurlijk ook wat aan verdienen. Ja. En via de radio is natuurlijk denk ik de meest goede manier om je muziek te laten klinken. Dus vandaar dat ik naar jullie toe ben gegaan. Ja, maar heel even terug. Wat ik een beetje heb gemist. Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Kun je jezelf even kort introduceren? Nou ja, ik ben Kane Vergeer. Ik ben 17 jaar. En als hobby bedacht ik ooit van, laat ik gewoon met mijn computertje geluidjes aan elkaar plakken. En daar een muziekje van maken. En dat is eigenlijk wat ik dus het liefste doe in mijn vrije tijd. Oké. En als ik zo vrij mag zijn, draai je zelf ook? Sta je ook gewoon op avond? Ik draai zelf ook. Ik was vandaag eigenlijk net nog bezig mee. Dus dat is wel toeval. Wat vet. Waar stond je? Volgens mij staat hij nu in een tunnel. Wat zei je? Waar stond je? Ik stond op het verjaardagfeestje van mijn oom. Hey, klasse. Wat een groot publiek. Lekker de taart daar opgegeten. Ja, zeker. Ja, leuk man. Heb je toen ook je nieuwe track daar ook gedraaid? Ja, zeker. Natuurlijk. En? Wat was de reactie? Nou, heel veel mensen vonden het tof om te horen. Kijk, maar nice. Dat verwacht ik ook wel van mijn eigen familie. Dat mag ook wel, ja. En stel je voor dat ze denken van, ja, oké, wat je nieuw gemaakt is echt puur kut. Ik heb het misschien wel één keer gehoord van mijn vader, maar dat... Oh, echt? Ja, maar die is oud, daar moet je niks van aantrekken. Ik heb ook heel veel van muziek natuurlijk. Jouw beer van Rick Astley? Hij luistert naar alles en dus ook naar mijn muziek. Dus hij zegt wel wat hij vindt. Heel goed. Hey, we hebben nu wel een beetje de radioluisteraar warm gemaakt. En ook de mensen in de studio hier voor die nieuwe track. Ik ga hem helemaal draaien. Hoe heet hij? Hij heet We Are Going Down. Dankjewel Kane en een fijne avond. Yes, hetzelfde. Daar komt ie. I can't escape, can't escape, can't escape your love. It's following me. I'm afraid that I won't move on. If you never leave, the darkness is caving in. There's no way we're saving this. I think that we're going down.
Shoot across the